Welkom bij Blik op de maand januari. Het was de maand van de inauguratie van president Donald Trump. Maar wij hier in de gemeente Pelemaas hebben natuurlijk ook nieuws. Het eerste jeugdlintje is uitgereikt. Er is commotie rond de Piershallen. En er is een nieuw waterschap. Dit is Blik op de maand. Welkom bij Blik op de maand januari. Straks aan tafel het eerste jeugdlintje is uitgereikt aan Cas Kriene. Maar eerst praten we zo meteen met Henk Mensink, de nieuwe directeur, secretaris of secretaris-directeur van het waterschap hier in Limburg. Sinds 1 januari van dit jaar is het waterschap Limburg van start gegaan. Een fusie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Henk Mensink uit Panningen is de nieuwe secretaris-directeur, tot voor kort gemeentesecretaris van Peel en Maas. Het nieuwe bestuur van het waterschap wil voortvarend aan de slag met de actualisatie van het peilbeheer in beken en het juiste peil voor land- en tuinbouw, bedrijven, natuur en inwoners. Daarnaast wordt ingezet op maximale veiligheid voor de bebouwde gebieden. Een maandje secretaris-directeur. Henk Mensink, mogen we elkaar tutoyeren? Alsjeblieft, graag ja. Hoe bevalt het? Nou, bevalt hartstikke goed. Het was in het begin wel even wennen. Ik ben in november al begonnen. En vanaf 1 januari zijn we echt een waterschap. Nou, alles moest geregeld worden. Dat we de mail en internet en al dat soort dingen waren overgezet. Dat is allemaal gelukt. De crisisorganisatie stond klaar. Want we dachten begin januari wellicht hoogwater Maas. Nou, we kregen laagwater Maas. Door die stuwen in graven zakte het peil van de Maas behoorlijk. Dus onze crisisorganisatie is ook gelijk getest in de eerste weken van januari. En die doorstond die test hartstikke goed. Mm-hmm. Dus ik ben content. Het verbaast me enigszins, want de achtergrond heeft niets met dit beroep te maken. Want van oorsprong ben je docent. Ja, ik heb Nederlandse taal letterkunde gestudeerd. Ik wilde graag het onderwijs in. Ik had een hele leuke leraar Nederlands op de middelbare school. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Dat heb ik ook 7 jaar gedaan. En na die 7 jaar kreeg ik de gelegenheid om ondernemingsraden te gaan trainen. Ik zat in de medezeggenschapsraad van de school. We kregen een cursus. En dat dacht ik, dat werk is ook wel weer aardig. Zou ik daar geschikt voor zijn? Dat heb ik gedaan. Ja, en op een gegeven moment rol je van het een in het ander. Ik ben organisatieadviseur geweest. Ik heb bij de provincie Noord-Brabant gewerkt. Bij de gemeente Eindhoven. En op een gegeven moment al gemeentesecretaris in Peel en Maas. En dat heb ik bijna 8 jaar gedaan. Mm-hmm. In een soort adviserende rol? Het is een dubbelfunctie, secretaris-directeur. Je bent adviseur van het college, dus van de burgemeester en wethouders. En je bent directeur van de organisatie. Dus het is altijd een dubbele rol. Ja. En dat is nu bij het waterschap net zo. Ja, want de structuur van het waterschap is ongeveer te vergelijken met de gemeente. Ja, op hoofdlijnen. Er is één cruciaal onderscheid. De gemeente kent een duaal stelsel en het waterschap kent nog, en ik denk wel dat dat zo blijft, het monistische stelsel. Dus bij een gemeente zaten vroeger de wethouders ook in de gemeenteraad, voor 2002 was dat geloof ik. En bij het waterschap zijn de wethouders, de DB-leden, ook nog altijd lid van de gemeenteraad, dat heet dan het algemeen bestuur. Het DB is dagelijks bestuur en AB is algemeen bestuur. Ja. Werkt dat bij jullie beter? Ik vind het heel plezierig, omdat, en dat past ook wel bij het waterschap. Bij het waterschap zitten allerlei belangen bij elkaar en met elkaar moet je eruit komen. En je staat gewoon voor één gemeenschappelijk doel. En wat heb je dan aan allerlei tegenstellingen die soms ook een beetje gekunsteld zijn. Dus ik vind het wel heel erg plezierig. Mm-hmm. Nou zijn er heel veel mensen die van het waterschap heel weinig notie hebben. Alleen als ze moeten stemmen, denken ze, oh, het is er. We zitten hier in een hoog en droog gebied. We zitten hier in het kasteel de Keverberg, vlakbij de Maas. Ja. Wat doet het waterschap nu precies? Nou, als ik het heel simpel zeg, dan heb ik het over 4 dingen. Wij zorgen voor veilige dijken, voor droge voeten en voor schoon en voldoende water. Nou, die dijken, dat is best een probleem, want de dijken in Limburg zijn niet veilig genoeg. We zijn ook een versnellingsprogramma gestart om de dijken te gaan ophogen, of te gaan versterken, of te gaan verleggen. We zijn nu druk met informatieavonden in deze omgeving, in Belfeld, in Stijl, in Kessel, in Baarlo, om met inwoners te praten over hoe dat eruit gaat zien.
En vroeger deed dat waterschap dat misschien helemaal eigenstandig. Nu doen we dat samen met inwoners om te kijken wat de beste oplossingen zijn. Wij kunnen van alles bedenken, de technisch beste oplossing, maar het wil niet zeggen dat de inwoners dat ook plezierig vinden. Dus we proberen daar met elkaar uit te komen. Kijk, dat is het verhaal van de veilige dijk. Droge voeten, ja, dat is vanwege de klimaatverandering toch een stevige opgave. Kijk naar de buien van afgelopen zomerperiode, waar toch heel landbouwers en ook in het stedelijk gebied in het zuiden van Limburg winkeliers met ondergelopen winkels zaten, ondergelopen akkers. En daar hebben we een stevige opgave om te kijken hoe we met de onvoorspelbaarheid van het klimaat om kunnen gaan met elkaar. En ook daar zullen we samen met inwoners, met natuurbeschermers, met agrariërs aan de slag moeten gaan. Nou, en dan zorgen we nog dat wat wij allemaal door het riool laten verdwijnen richting de rioolzuivering, dat schoon water oplevert aan het eind. Er zijn in Limburg 18 rioolzuiveringsinstallaties. Die zijn eigenlijk ook van het waterschap, die zijn van een dochter van het waterschap. En die zorgen ervoor dat allemaal weer schoon op de beken en op het water wordt geloosd. En dat is een groot probleem. Bijvoorbeeld, we verouderen hier allemaal wat. Dat kan alleen maar omdat we ook soms wat meer medicijnen gebruiken. En er komen steeds meer medicijnresten in het oppervlaktewater achter. Ja. Dus dat is ook nog wel een stevige opgave. Dus dat zijn een heleboel zaken waar de mensen eigenlijk geen flauw benul van. Nee. En ik kan me voorstellen, één keer per vier jaar ga je stemmen. En dat is nu gekoppeld aan de provinciale verkiezingen. Hè. Dus op het moment dat er nieuwe staten komen in Limburg en trouwens overal in Nederland, dan zijn er ook waterschapsverkiezingen. Maar over het algemeen leeft het niet zo, terwijl het wel belangrijke taken zijn. Dat merk je wel nu dat klimaat zo op hol geslagen is. Ja. Maar heb je nu altijd een bijzonder interesse voor water gehad? Want ik kan me herinneren, ik heb ooit in het Pak van Respect gezeten met jou. Daar was je ook heel begaan mee. Maar ik wist niet dat je zo begaan was met het water. Nou, ik ben ook niet van oorsprong zo begaan met het water. Maar die liefde die begint zich wel steeds meer te ontwikkelen. Dus een waterschap, ik heb bij een provincie gewerkt, ik heb bij een gemeente of bij een aantal gemeenten gewerkt. En het waterschap is ook echt nieuw voor mij. En ik ben ook niet geselecteerd vanwege mijn uitmuntende waterkwaliteiten. Want er werken 300 medewerkers, iets meer dan 300 medewerkers, die weten daar alles van. Dus ik ben denk ik gekozen vanwege dat ik daar iets anders aan kan toevoegen. En dat is niet dat ik van alles weet over hydrologische modellen. Want dat is niet zo. Nog niet. Nee, ik zal eventjes aangeven waarom je gekozen bent, want de selectiecommissie heeft dat opgeschreven. Ja. Ik hoop niet dat je er verlegen van wordt. Authentiek is die, communicatief sterk, omgevingsbewust en resultaatgericht. Zo ben je geïntroduceerd. Ja. Hoe ga je dat waarmaken, Henk? Ja, hoe ga ik dat waarmaken? Nou, vooral door mezelf te blijven. Ik heb geprobeerd een atypische gemeentesecretaris te zijn. Ik vond die voorbereiding van die fusie van Pelemhuis vond ik geweldig. En toen was ik op 1 januari gemeentesecretaris. Toen was ik bang dat toen mijn saaie leventje zou gaan beginnen. Stukken paraveren en al dat soort dingen. Nou, dat hebben we allemaal niet gedaan. We hebben gewoon een geweldige organisatie gebouwd. En heel erg geïnvesteerd in de gemeenschap. En dat heeft ervoor gezorgd dat Pelemhuis gewoon floreert. Dat probeer ik bij het waterschap ook. Dus ik denk dat ik vooral probeer, of ik denk, ik weet wel zeker, anders kan ik het niet, door mezelf te blijven. Ja, en dat slaat aan, of dat slaat niet aan. Mm-hmm. Ik denk dat eerste, maar je weet het maar nooit natuurlijk. Mm-hmm. Je gaf zelf aan dat er allerlei informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Ja. Want er zijn toch al wat knelpunten. Ik hoorde al zeggen, de dijken moeten opgehoogd worden. Ja. Maar hoe komt dat niet goed is nu? Nou, dat komt omdat er door de onvoorspelbaarheid van het klimaat, er zit in Amerika een president die dat nog altijd ontkent, maar als je hier rondloopt en je ziet de schade die is aangericht de afgelopen periode, dan kun je dat allemaal niet ontkennen. Er zal steeds meer water ook door de Maas gaan, dus dat betekent dat die dijken niet meer voldoende zijn. Nou, wat je dan probeert is de Maas meer ruimte te geven, dat doen we ook, maar dat is niet voldoende. Dus we zullen, dat is ook een verplichting die ligt in de wet vast, gewoon moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. De manier waarop we dat gaan doen, met verhogingen, met tijdelijke verhogingen, met misschien toch nog meer ruimte, daar gaan we met inwoners over praten. En er zijn inmiddels al een stuk of 7 avonden geweest, waar meer dan 500-600 mensen zijn geweest, die betrokken hebben meegedaan. En ook samen met onze mensen voor de kaart te staan, om daar aan te wijzen, daar zou het misschien anders kunnen. Ja.
Nou, maar met al die opmerkingen gaan jullie wat doen? Of hoe gaan jullie dat organiseren? Ja, met al die opmerkingen proberen we wat te doen. Hè? Dus wat kan, en soms zal het ook extra geld kosten, moeten we ook kijken of dat extra geld er is. Kijk, dat er wat moet gebeuren, dat staat ook niet in discussie. Dat is een paal boven water. Ja, daar staat het paal boven water. En op die inspraakavonden of op die informatieavonden kom je ook gewoon tegengestelde belangen tegen. Hè, er is een inwoner in Belfeld, daar was ik bij, die zei van ja, die dijk die komt dus voor een deel in mijn tuin. En een andere inwoner zei, nu ik zie waar ik woon en wat er op me afkomt, denk ik zo snel mogelijk verhogen. Hè, dus, en dat is dan dus een typische overheidsopgave om tussen tegengestelde belangen, verschillende belangen, iets te kiezen, samen met anderen, dat ervoor zorgt dat er bestendigheid komt. Mm-hmm. Dat is ook de charme van het vak. En dat zorgt er ook vaak voor dat je het niet altijd voor iedereen goed doet. Mm-hmm. Want er komen ook wel eens boze reacties. Er komen ook boze reacties. Het is ook wat als jij op een heerlijke plek woont en je moet de helft van je tuin afstaan. En er komt een meter van je uitzicht gaat verloren. Ja, dat is ook wat. Ja. Ja. En hoe het nu precies met het klimaat verder gaat, daar zijn de meningen ook verdeeld over. Dus dat is ook soms een beetje gissen. Ja. Welk onderzoek je nou moet hanteren? Ja, nou wij gaan ervan uit dat het door zal blijven gaan met grote hoeveelheden regen in één keer. Van die clusterbuien. Je weet niet waar ze vallen, maar we zullen voldoende berging en robuustheid in ons Romein, Uena, Maat, watersysteem moeten gaan zorgen. Ja, om voor elkaar te krijgen dat water op een goede manier weggaat en geen schade aanricht. Wat tot nu toe wel grotendeels is gebeurd. Mm-hmm. En het geld dat gaat via de belasting hè, voor de mensen die het doen. Ja, het waterschap dat krijgt voor 97-98% zijn inkomsten door gewoon de belasting die eind februari weer op de deurmat valt. Mm-hmm. Ja. We hoeven hier niet bij Kasteel de Kevenberg weer nieuwe tol te heffen. Nee, we hoeven geen tol te heffen. Het waterschap heft de belasting. Dat gaat samen met de gemeentelijke belasting. Dat voert BSGW uit. En eind februari krijgt iedere inwoner in Limburg dat keurig thuis gestuurd. Ja. Wat gaan de mensen in Peel en Maas nu vooral merken aan het waterschap? Komen hier ook bijeenkomsten of zijn ze al gehouden? Er zijn er al twee bijeenkomsten. Er is al één bijeenkomst geweest in Baarlo afgelopen week. En er komt hier nog een bijeenkomst in Kessel. Er zijn bijeenkomsten geweest in Belfeld, in Stijl, in Bergen, in Wel. Er komen nog andere bijeenkomsten. Want de dijkversterkingen zijn met name in Noord- en Midden-Limburg achtergebleven de afgelopen jaren. Dus daar ligt nu de meeste energie op om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En dat is ook de reden dat die met elkaar gefuseerd hebben, om dat beter met elkaar te kunnen samenwerken? Ja, nou goed, er zijn sowieso in Nederland heel veel waterschappen verdwenen de afgelopen jaren. Er zijn er nu nog 22. En Het past ook wel dat we in Limburg gewoon één waterschap hebben. We hebben één waterbedrijf met die rioolzuiveringen. We hebben één waterleidingmaatschappij waar het water uit de kraan komt. En we hebben nu gewoon één waterschap. En dat is ook mooi. Dankjewel voor de komst hier naar de Kevenberg. En wij gaan kijken naar het nieuwsoverzicht van Jort. De burgemeester spreekt in haar nieuwjaarstoespraak haar waardering uit voor de vele initiatieven uit de gemeente en roept inwoners op om positief en met minder negativisme het nieuwe jaar in te gaan. Natuurlijk zijn er een heleboel dingen, is er heel veel leed in de wereld. Maar als we kijken naar onszelf, dan hebben we het met elkaar zo slecht nog niet. Dus ik hoop ook dat we elkaar ondersteunen en dat we ervoor gaan zorgen dat er ook wat meer positivisme is. En dat we met elkaar samen de schouders eronder zetten om Peel en Maas verder te brengen in de vaart en volk. En ik heb er alle geloof in. En er gebeurt hier zo ontzettend veel. Dus we zijn nog lang niet klaar. Eindelijk gerechtigheid. Fractievoorzitter Jos Wilms van Anders Nu wordt niet vervolgd voor het lekken van vertrouwelijke informatie. De zaak is door het Openbare Ministerie geseponeerd. Er is volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de vervolging. Is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om te komen tot een succesvolle vervolging ter zake overtreding van artikel 272 van het wetboek van strafrecht. De strafzaak wordt derhalve geseponeerd. Hier staat in feite de bevestiging van datgene wat ik in eerste instantie al heb aangegeven. Van, dit is geen vertrouwelijke informatie. De vertrouwelijkheid is er vanaf. Ik heb de bewijzen in handen. Ga nu alsjeblieft geen aangifte doen. Daar komen alleen maar verliezers.
Wilms gaat nu bij het college een verzoek indienen tot rehabilitatie. De eindafrekening van stichting SEF wordt door de gemeente Peel aan Maas openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat de ontbinding van de stichting de gemeente Peel aan Maas maar liefst in totaal 83.000 euro heeft gekost. De Breurkes uit Panningen winnen met het lied Zing de 23e editie van het PNM Liedjesfestival en nemen dit jaar het Lindenbuimke mee naar huis. Ik ben heel eerlijk, ik vind dat we een heerlijk nummer hebben, maar ik vond dat er dit jaar echt een paar geweldige kandidaten tussen zitten. Ik vond Pim Verwieling een leuk nummer hebben, ik vond dat Kunnissen, er waren gewoon een paar geweldige leuke nummers tussen. Maar, en dan lupt ze de zaal in en dan huurt ze die de naam en dan, ik zei net nog op de wc tegen Mark van Mullenkom of ik nou de liedjesmiddag in Panningen win of hij win, ik spring net zo hoog in het lucht dan, ja, ik vind dat geweldig, dat is gewoon een kroon. De Zatenharmonie uit Koningslust wint dit jaar met de vertolking van het lied Shots, Schijf en Oetemoord de PJP-bokaal voor de beste presentatie. Hoogleraar Arno Smets uit Maasbree geeft een gastcollege op het Bouwens van der Boijen College. Het college over zonne-energie is onderdeel van het omroep PNM-tv-programma Bouwens University en wordt bijgewoond door leerlingen van het Bouwens, Rijland en Daendron College. Nou, het is wel ontzettend vreemd, want ik ben hier in 92, zomer 92, ben ik afgezwaaid, heb ik mijn ateneumdiploma gehaald en eigenlijk nooit meer terug geweest. Dus ik denk dat voor mij was het nog spannender dan voor de leerlingen om hier terug te zijn. En met dit einde en met dit verhaal wil ik jullie hartelijk bedanken voor de aandacht die jullie mij hebben gegeven. En meer nieuws over deze school. Ruim 2 jaar na de start van de realisatie van de unilocatie van het Bouwens, wordt de school deze maand officieel geopend. Met de onthulling van een plakket en een kunstwerk van enkele leerlingen is de bouw van de school afgerond en krijgen de leerlingen les op 1 locatie. Ik vind het heel erg leuk dat er ook zoveel belangstelling is, dat we kunnen laten zien wat wij als Bouwens voor leerlingen betekenen, wat leerlingen hier realiseren. Ik heb net dat prachtige kunstwerk mee mogen onthullen. Ja, dan krijg ik het heel warm in de zin van dat doet me heel goed. De Breurkes uit Panningen en Pim van Wielik staan vrijdag 10 februari in de finale van het LVK, het Limburgs Vaste Lovensliedjesconcours. De Breurkes, Ludger en René Scheres staan in de finale met het nummer Zing, geschreven door Robert Jansen en Mark van Mullenkom. Pim van Wielik uit Kessel bereikte de finale met Vaste Lovensherten dat hij schreef met Jerome Lenders en Marijke Gijs. Nou, opgelucht. Ja, heerlijk man. Superleuk. Ik heb er echt zin in. Naast het nummer van de Breurkes bereikte Robert Jansen ook de LVK-finale met het nummer Wat Goed van Ronald en Karin uit Weert. En twee van de twee die ik nog in de halve finale heb en dan 100% scoren, zeg maar. Beter als ik ooit als voetballer gedaan heb. Dus. Mark van Mullenkom uit Helden staat in totaal met 3 nummers in de finale. Naast Zing werkte hij ook met Marijke Gijssen uit Helden mee en het nummer van Marleen Rutte uit Hunsel en schreef hij met Bas Keltjes uit Neer het nummer van Spik en Span uit Susteren. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt op de laatste dag van de maand in met het betalen van een groot deel van het tekort dat is ontstaan bij de renovatie van de Piershofhallen in Panningen. De gemeente betaalt 188.000 euro. Het overige bedrag van de 288.000 euro komt op rekening van de stichting die de sporthallen beheert. De renovatiekosten bleken hoger te zijn dan aanvankelijk was afgesproken. Niemand is blij met dit voorstel. De raad niet, ik als portefeuillehouder niet, de stichting zelf ook niet. Dus wat we hebben geprobeerd is om te kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we wel de middelen die nog nodig zijn om die ter beschikking te stellen. Zodat de sporthal gewoon kan doordraaien zoals ze nu draait. Maar daarnaast van hoe kunnen we lerend terugkijken naar dit proces. Om te kijken van welke momenten, beslissingsbevoegdheden, verantwoordelijkheden, waar liggen die nou en hoe kunnen we daar de volgende keer mee omgaan?
Maar onze kritiek gaat dan duidelijk richting de stichting. Degene die verantwoordelijk was voor het bouwen en voor het hele bouwproces, die hebben een besluit genomen. En die hadden op zijn minst in die periode moeten denken, ho wacht, we gaan niet zo verscheiden. Laten we contact opnemen met de wethouder of met de betreffende projectambtenaar om te kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Nou, het probleem zit hem in het feit dat er geld gevoteerd is voor de sporthal door de gemeenteraad. Mijn taak als portefeuillehouder is dan om ervoor te zorgen dat het geld wat beschikbaar is gesteld, of daar de sportnoodzakelijke voorzieningen zoals we die geformuleerd hebben voor uitgevoerd zijn. En dat is uitgevoerd. Dat is formeel mijn taak. Los daarvan heeft de stichting als bouwheer een eigen verantwoordelijkheid. En de stichting heeft in haar eigen verantwoordelijkheid een aantal beslissingen genomen. Zonder dat ze mij daarvan in kennis gesteld hebben. Waardoor dit tekort is ontstaan. Dus dat is dan weer een verantwoordelijkheid van de stichting. De stichting doet voor ons het beheer van de sporthallen. Dus de sporthallen, eigenlijk zijn wij ook economisch eigenaar als gemeente zijnde. Dus je kunt nu wel het erover gaan hebben van ja, waar ligt nou de schuld. En we zullen in ieder geval in het onderzoek wat plaatsvindt, zullen we in ieder geval gaan kijken van hoe heeft dat traject nou gelopen. En hoe zijn nou dingen ontstaan zoals ze zijn ontstaan. En nogmaals, wat kunnen we daar voor de toekomst uit leren. Welkom Cas Kriene, Mick Kriene, Helen en Frank de ouders. Cas, jij hebt iets heel bijzonders meegemaakt. Je hebt een lintje gekregen. Het eerste jeugdlintje in de gemeente Pelemaas. Kun jij de kijkers even uitleggen waarom je dat ook alweer gekregen had? Omdat mijn broertje heel ziek was. En daarom heb ik heel veel meegemaakt en ook hele spannende dingen meegemaakt. Daarom heb ik hem gekregen. Ja, want wat had je broertje? Leukemie. Leukemie. En is er nu helemaal van genezen? Ja, maar alleen moet er nog een dingetje uit wat in zijn hier zit. Dat moet er nog uitgehaald worden. En je hebt hier ook een hele mooie kralenketting. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Dan heb je heel veel kralen en het is eigenlijk, dan heb je herinneringen dat je weet wat hij heeft gehad die de leukemie heeft gehad. Ja, want waar staat zo'n kraaltje voor? Deze, die staat voor thuischemo. Mm-hmm. Als een 6MP, dat is een bruin drankje. En dat helpt hem, dat is eigenlijk chemo, maar dan voor thuis. Ja, dat is ook heel zwaar als je zo'n chemo dan moet hebben. Hè? En je hebt dat lintje gekregen omdat jij ook heel goed op school hebt verteld aan de kinderen wat je broertje heeft. Mm-hmm. Ja, vond je dat moeilijk? Eigenlijk niet. Nee, dat was best makkelijk omdat we een simpel boekje hadden. Ja. Nou heb ik nooit zo'n prachtig lintje gekregen. Misschien kan je hem even laten zien. Want ik dacht dat zal hij de hele dag opdragen, maar dat is niet zo. Dit is hem. Dit is hem. En hij is ook nog behoorlijk zwaar, heb ik begrepen. Mm-hmm. Ja. En hoe krijg je dat nou te horen, Cas, dat je zo'n lintje krijgt? Ja, dan ga je naar de burgemeester en daar hoor je het pas. Niet op Pelemaas site dat je dan zo, oh, hij krijgt hem. Nee. Dus jij wist het pas op het moment in het gemeentehuis, mm-hmm, toen de burgemeester het woord nam. Toen was het nog de vraag of Guus Heijnen, Joep Verhofstadt of Tom Doutzenberg het kreeg. Maar toen hoorde je opeens jouw naam. Uh-huh. Ja, en die beelden hebben we gezien. Toen was je heel erg blij. Ja, met de armen omhoog. Ja, je was aan het juichen alsof je gescoord had. Uh-huh. Ja. En nou zit Mick erbij. En jij hebt dat ook gezien, Mick. Uh-huh. En ben je een beetje trots op je broer? Ja. Ja? Want als jij deze kraal ziet, deze hele grote kralenketting, wat denk jij dan? Dat weet ik niet. Ja, want daar heb jij eigenlijk heel hard voor gewerkt om die te krijgen, hè? Mm-hmm. En ik zie papa en mam knikken. Het was voor jullie eigenlijk een soort afsluiting van een hele moeilijke tijd. Ja, je bent 2 jaar heel intensief bezig met Mick, maar natuurlijk ook met Cas. Richting genezing. Het is natuurlijk heel mooi dat Cas daarin een hele mooie opsteker gekregen heeft. En een stukje zelfvertrouwen en een stukje, nou ja, beloning ook voor wat hij natuurlijk mee heeft gemaakt. Dus we zien het wel als een soort van afsluiting. Ja. Ja, en nou kun je nooit verwachten wat er gebeurt als je zo'n rot nieuws eigenlijk krijgt. Maar had je verwacht dat jouw kinderen daar zo mee om zouden gaan?
Nee, je hebt in eerste instantie totaal geen verwachting. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is allemaal onbekend gebied. En hoe je kinderen daarmee omgaan, het is ook voor iedereen anders natuurlijk. Maar we hadden nooit kunnen verwachten dat, ja, ook Cas, op school iedereen ging vertellen hoe het allemaal zit en hoe het werkt. Gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is eigenlijk. Mm-hmm. In de tussentijd gaat Cas heel even iets uit zijn plastic zak halen, geloof ik. Cas, wat ben je laten zien? Mijn oogkonde. Ah, kijk. Ja. Dat moet even een beeld, hè Cas? Het jeugdlintje Cas Kriene. En waar ligt die thuis? Thuis ligt die altijd op een paal. Dan leg ik deze voor een paaltje en dan zet ik die daarvoor. Omdat die dan staat hij gewoon vast. Ja, dat je er nog regelmatig naar kan kijken. Nou ben je niet zomaar iemand die zo'n jeugdlintje krijgt, maar je bent de eerste in de gemeente Pelermaas. Dat maakt het nog bijzonderder. Ja, en daar heb je natuurlijk heel veel reacties op gekregen. En jij begint al een beetje een kenner te worden van de media. Want vertel maar eens even wat je allemaal had meegemaakt sinds dat jij dat lintje hebt gekregen. PNM, twee keer. Hart van Nederland en L1. Zijn er dus vier. Oké, dus je kunt er vier met elkaar vergelijken. Mm-hmm. Wat vond je nou het allerindrukwekkendst? Ja, de Hart van Nederland, want die hebben zo'n grote camera. Ja, dus hoe kleiner de zender, hoe kleiner de camera. Mm-hmm. Want je zei net al, daar zag ik een heel klein cameraatje. Mm-hmm. Ja. Maar en dan zie je jezelf terug op televisie en ik kan heel Nederland meekijken. En hoe vind je dat? Ja, voor mezelf vind ik het best wel leuk om me terug te zien op televisie. Ja. Mm-hmm. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig, want je bent 8 jaar, zit in groep 5 van de Bollenberg. En wellicht dat de leerlingen ook meekijken. Maar ik denk, zo'n jongen die op deze leeftijd al een lintje krijgt, dan word ik heel erg nieuwsgierig, wat wil die later worden? Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Nee, waar twijfel je nog tussen? Tussen de trein en tussen de tram. Maar dan begrijp ik eruit dat je die tram wil besturen of wil je conducteur worden? Ja, besturen. En bij de trein, want als papa dadelijk nog in Eindhoven werkt, dan zie ik hem altijd elke dag in de trein. Ja. Bijna elke dag. Oh, werkt papa in de trein? Nee, je werkt niet in de trein, maar je werkt in Eindhoven op Gamehouse. Mm-hmm. En dan gaat hij altijd met de trein als je daar naartoe gaat. Ja. Mm-hmm. Dus dan zie ik hem wel in de naasttrein als ik de goede trein heb. Ja. En dan kan jij papa gewoon naar het werk brengen even. Anderen doen dat met een auto, maar jij doet het dan met de trein. Mm-hmm. Ja. En ik vind het ook wel eens leuk om met de trein te reizen. Maar ja, je hebt nog een hele tijd om na te denken wat je later wil worden. Ja, maar ik ben nog geen 18. Je bent nog, nee, dat kunnen we ook zien. Maar in de tussentijd heb je al hele mooie prijzen binnengehaald. En ik heb begrepen dat het met de gezondheid van Mick goed gaat. Maar ik hoor hem zeggen, er moet wel iets nog een klein beetje uit. Zo wordt het omschreven. Ja, nou ze hebben zeg maar voor de behandeling sluiten ze bij de kinderen vaak een portakat, noemen ze dat. Dat is een klein soort van kastje. Daar zit een ader in. Mm-hmm. En dan kunnen ze daar makkelijk een infuuslijn in aanprikken. Mm-hmm. Dus tijdens de behandeling kunnen ze daar makkelijk bloed uithalen, maar ook alle chemo's toedienen. En die laten ze tot 4 maanden na de behandeling zitten, omdat de kans dat er terugkomt die eerste 4 maanden het grootste is. Ja. Nou, die hebben we inmiddels overbrugd. Dus we hebben nu zeg maar, zijn we het wachten op een oproep van het Radboud in Nijmegen om uiteindelijk ook de portakat te verwijderen. En dan is alles wat dat betreft klaar. Ja, want wat heeft hij er last van? Van dat, Nee. Nee, dat zit gewoon onder zijn huid. Daar heeft hij verder geen last van. Het is alleen, zeg maar, bij volwassenen prikken ze gewoon een infuus in de hand, hè, als je een infuus moet hebben. Mm. En bij kinderen is dat vaak heel traumatisch. Dus hebben ze dan zo'n kastje waar ze dan veel makkelijker in kunnen prikken en dan vrij kunnen bewegen. Mm. Maar nu is het, het gaat zo goed. En dan aan het einde van de behandeling gaan die er weer uit. Dus hij heeft hem nu 2,5 jaar gehad en nu mag hij weg. Dus en dan is het echt klaar. Dan is het echt klaar. Ja. En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Iedereen vindt het moeilijk, hè? Zeker die enge ziekte beginnen met een K. Hoe gaan kinderen daarmee om? Want hij heeft die voorlichting gegeven. Kinderen zitten straks bij hem in de klas of vriendjes. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, eigenlijk ook op een hele kinderlijke manier.
het had alleen maar voordelen. Bedoel, we zijn heel veel in Nijmegen geweest in het Radboud. Daar is een grote speeltuin, daar mag je binnen fietsen. Daar is een grote snoezelkamer. Dus Cas was op een gegeven moment ook wel een beetje jaloers, want daar was het zo leuk. En voor Mick was dat op een gegeven moment ook. We moesten grote afstanden overbruggen. Nou, daar ging de loopfiets mee en het was eigenlijk altijd een feest. Mm-hmm. En het feit dat je dan ziek bent, wordt door kinderen ook heel makkelijk overboord gegooid. Ik ben een beetje ziek. Mm-hmm. Terwijl hij wel heel ernstig ziek is natuurlijk. En ook voor Cas. En het was eigenlijk veel vervelender dat hij bepaalde dingen niet mocht eten. Of niet naar plaatsen mocht waar veel mensen bij elkaar waren. Omdat je dan met de bacteriën zit en zo. Dus zijn weerstand gewoon heel laag is. Maar zijn totaal niet bezig met percentages, met overlevingskansen, met alle dingen waar wij grote mensen wel heel erg mee bezig zijn. En zien er gewoon overal het voordeel in. Mm-hmm. En dat houdt je ergens ook alweer op de been om je even te verplaatsen in, ja, inderdaad, de grote speelkamer waar alleen maar spelletjes zijn, de speeltuin, pedagogisch medewerkers die alleen maar spelletjes komen doen, nou, noem het maar op. Dus mm-hmm. voor de jongens had dat ook een voordeel. En Cas had daarin ook af en toe geluk dat papa en mama niet thuis waren en dat hij door opa en oma en tante hartstikke verwend kon worden. Mm-hmm. En dus dat ik ook door mijn mama's vader ook nog naar het Radboud mocht. Mm-hmm. Met opa, hè? Mm-hmm. Met de opa. Dus ondanks dat het allemaal heel vervelend was, ik zal het ook niet helemaal wegschuiven hoor, maar kijken kinderen daar wel heel anders tegenaan. Ja, kun je daar ook, sorry. Qua klasgenoten ook, het is gewoon, ja, Mick is ziek. En dat is het eigenlijk. Ja. Wat het allemaal inhoudt, ja, in godsnaam, dat hoeven ze nog allemaal niet te bevatten. Want voor jullie zakte de grond natuurlijk onder je voeten weg. Ja. Put je daar dan ook kracht uit? Uit de reactie van kinderen, hoe zij daarmee omgaan? Ja, de kinderen en je krijgt sowieso, ja, van iedereen krijg je natuurlijk reacties. En je houdt je overal aan vast waar je aan vast kunt houden, want je hebt niks meer wat bekend is. Alles valt, ja, letterlijk en figuurlijk onder je voeten weg op dat moment dat je het horen krijgt. Ja. En je moet ook sterk blijven, want uiteindelijk hadden we een mannetje van 2 jaar en 9 maanden, die naar ons keek en wel zoiets had van, ja, wat gebeurt allemaal, maar jullie moeten overeind blijven staan. Ja. Dus je moet er ook wel. En ja, god, toen was die kaal, ja, nou, toen was die kaal bijvoorbeeld. En hij vond dat echt helemaal geen probleem. Ja, en dat, ja. Het was allemaal, oh ja, die hoort daarbij, hè. Het petje. En voor hem was het allemaal wat hoort, zo. Wat hoort bij het petje? Wat hoort bij het petje, Mick? Dat je kaal bent. Dat je kaal bent. Ja. Oh, daarom haalt hij dat even eruit. Ja. En als dat dan gebeurt, krijg je zo'n petje er extra tussen. Ja, je krijgt voor alles wat ze doen een kraal. En ook voor de vervelende dingen en de mooie dingen krijg je een kraal. Weet je wel ik de allermooiste vind? Nou. De eindkraal. Ja. Sinterklaas. Sinterklaas. Oh. Zelf gemaakt. Ik vind de smiley ook wel grappig. Ja. En de bloemenkraal. En ik vind deze ook wel leuk. En van de ambulance, ja. Zie je, zo relativeert hij het dan ook wel weer weg. Ja. Dit is een mooie kraal. Dit vind ik leuk. Dit is de allermooiste. Ja. En hoe mooier de kraal, hoe vervelender de behandeling. Dus ik was op een gegeven moment, ik wil nog meer mooie kraal. Ja, maar een goede opzet met zo'n kraal, dat werkt wel. Super. Ja, het is echt een... Het is voor hun heel bijzonder om aan het eind van een dag behandelingen naar de kar te lopen waar alle vakjes in zitten en waar alle kralen uit mogen. Is dit dan ook een hele vervelende dag? Nee. Maar het is wel heel mooi. Dat is de verjaardag, hè? Ja. Dus voor hem heel mooi om het af te sluiten. Ik wil nog een verjaardagkraal hebben. En tegelijkertijd is het voor ons wel een heel mooi naslagwerk. Dan is dit heel stom. Hij, en er is een app om bij te houden. Er is een app om bij te houden waar alles voor staat. Dus je hebt ook een soort van dagboek en een geschiedenis van wat heb je allemaal meegemaakt. Ja, daarna wordt het een dagboek, ja. Ook voor hem later, om terug te kijken van wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt. Dat komt waarschijnlijk later nog. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, oh, daar komt 2 keer PNM, Hart van Nederland, al die aandacht, hoe ga je daarmee om? Maar dat hebben jullie altijd als heel leuk ervaren? Nou, wij hadden zoiets van, nou, willen we dat wel? Ja. We hebben het eigenlijk een kas overgelaten, want ook op de avond zelf met PNM, van wil je dat of moet ik met je mee? Ja. Nee, zegt hij, dat hoeft niet. Nee? Hij doet het gewoon zelf. Hij doet het zelf. En dat was zelfs bij L1, kas regelt het wel. Ja. En hij vond het, hij wilde het heel graag. Ja. Dus we hadden zoiets van, nou, dan het gaat om hem en hij mag daarin aangeven wat hij graag wil. En hij vindt het heel bijzonder. Oh. En wij vinden het heel bijzonder dat jij hier te gast wilt zijn bij ons. Dat jullie hier te gast willen zijn. Tot slot wil ik een hele rare vraag stellen. Ik weet niet of jij van carnaval houdt. Half half.
Half. Welke helft? Helft van leuk, helft... Helft niet leuk. Omdat ik het toch wel leuk vind om met die slier te sproeien of te spuiten. Dat vind je en dan leuk. Vind ik het minder leuk om me om te kleden. Ja, ja. En Mick, hou jij van carnaval? Ja, want er komt een snoep. Ja. Dan kunt de snoep? Snoep gooien, ja. Hè? Oh, met al de carnavalswaren. Ja, snoep gooien. Oh ja. En een popcorn. Nou, dan denk ik dat jullie nog iets te jong zijn om te vragen wat jullie favoriete carnavalsnummer is. Dat zal... Ik weet hem. Oh. Ruitenwisser. 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 Ja. Nou, diezelfde vraag hebben wij ook voorgelegd op het veer aan mensen die daar van Bezel naar Kessel varen. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar eerst wil ik jullie bedanken voor de komst hier. En heel veel succes en gezondheid toewensen. Dankjewel. Heen en weer met. Mevrouw, wat is uw favoriete vastelovensnummer? Ik zou het niet weten, want ik hou niet van carnaval vieren. Nooit vroeger van gehouden? Ja, vroeger wel, maar nou je ouder wordt, dan hou je er niet zo van. Nee, ik niet. Wat is uw favoriete vastelovensnummer? Echt een favoriete vastelovensnummer heb ik niet. Gewoon goede carnavalsmuziek is allemaal goed. Ja. Ruitenwisser van Fabrizio. Goed. Kan ik vragen om een stukje te zingen? Alleen als de ruitenwisser ook aangaat. Als de ruitenwisser aangaat, dan doe ik het wel. Routewisser. Routewisser. Ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Wat is jouw favoriete vastelovensnummer? Eentje van Babje Kraf, maar ik kan het niet zingen. Echt niet. Gaat niet lukken. Pumelke met rauw, rauw, rauw. Dat vond ik wel een hele goeie. Ik doe helemaal niet aan vastelovens. Ik kom uit Brabant. Nou, Brabant vieren dat toch ook? Ja, wel, maar ik niet. Wat is je favoriete vastelovensnummer? Ik vind dat nou van de Brugges is hier leuk, Zing. Dat is een echt een leuk nummer. Het gaat hem weer in deze carnaval. Heel leuk. Ja. Dit was Blik op de Maand januari. Kijk binnenkort ook naar een nieuw politiek programma, Kiezen of Delen. En dat gaat natuurlijk over de Tweede Kamerverkiezingen. En dan nu het laatste woord aan Mick. Zeg het maar. Dag! En de groetjes aan opa. Ja.